zijn te gast bij de Mobile Movie Days. En vandaag is het de mobiele journalistiek die centraal staat. Rob Vrijsen, dat is jouw specialisme. Met de mobiel aan de slag gaan. Want jij bent Mojo trainer. Je hebt, gaan we straks over praten. Je hebt in het verleden dit heel veel in de praktijk gebracht. Ik vind het prettig dat jij al je spullen bij je hebt. Dan kunnen we eindelijk eens een beetje, voor mensen die niet weten wat er nu allemaal speelt, het meteen concreet maken. Laat eens zien, wat zit er in de toolkit van een mobiele journalist? Nou ja, in ieder geval een telefoon natuurlijk, hè? Lijkt me logisch. Een telefoon, dat is misschien even wat moeilijk te laten zien, maar er zitten ook allemaal apps op. Apps om mee te filmen, apps om mee te monteren. Van heel simpel tot uitgebreid, bijna net zo uitgebreid als je, zou ik maar zeggen, voor televisie, traditionele televisie gebruikt. Die zijn er ook, die kosten wat meer geld, maar je hebt ook gratis apps. Die zijn er. Dus die apps staan gewoon op je telefoon. Als die camera is misschien een beetje lastig. Hè? Maar gaan gewoon tussen mijn andere apps staan ook die apps. En daar zitten allerlei gekke dingen bij. Om hele snelle filmpjes te kunnen maken. Het is timelapse in onze vaktaal. Maar ook je kan het oud laten lijken. Je kan er gifjes inzetten. Dat kan je allemaal gebruiken. En dan kan je het allemaal netjes in een filmpje verwerken. Dus dat zit erin. Dus telefoon. Nou, het meest simpele is dan zeg maar dit microfoontje die je kan inpluggen. Gewoon een klein richtmicrofoontje die kan je op verschillende manieren instellen. Er zit een appje bij. En dan kan ik jou op deze manier interviewen. Ja. Dit bovenste moet je dan even wegdenken. Maar als je nog verder wil gaan, dan kun je dus ook met een zendertje werken. Zoals je bij de goede, die steken we dan hierin. Ik heb mijn bril niet op nu. Dan hebben we dit zendertje, deze microfoon is dan verbonden. Kan ik jou ook nog een klein microfoontje opspelden. Die komt ook hierop binnen. Dan kan ik jou zo interviewen. Op deze manier. Dus dan, dat betekent dat ik dan op deze manier bezig ben. Hè? Ja. Zo. Maar ik kan, en heb jij een microfoontje, dan hoef ik jou niet eens deze microfoon te bewegen. Dan hou ik alleen deze vast. Dus dat is zeg maar een beetje de basis waar ik nu mee werk. Dus of met dit telefoontje. Met deze microfoon. Of met dat kleine microfoontje. En dan een lampje. Ik heb nu toevallig een grote bij me, maar je hebt ook veel kleinere. Nou, dat is eigenlijk de basis. En de meeste filmpjes die ik gemaakt heb, staan er ook 200 op mijn telefoon op dit moment. Die heb ik gewoon met dit kleine microfoontje gemaakt. Kan allemaal. En is die kwaliteit goed genoeg? Ja. Je moet natuurlijk wel nadenken. Want als het in een hele rumoerige ruimte is en ik sta hier met mijn telefoon en iemand staat 2 meter verder. Ja, dan werkt dit microfoontje niet. Dan moet je dus iets anders mee doen. Dus ik heb ook weer een microfoontje met een draadje die ik erin kan doen. En dat ik ook kan lepelen, zoals we dat noemen in ons vakgebied. Hè? Ja. Maar dan kan ik ook weer die andere gebruiken. Nee, het is hartstikke goed. Die telefoon, daar zit gewoon 4K in. Hè? En de 4K is hoger dan HD. Ja. Ik ben een simpele programmamaker, maar dat is wat ik ervan weet. Ja. Hoeveel, buiten je telefoon, welke investering zou je nog moeten doen als je deze set zou willen hebben? Buiten de telefoon? Nou, ik geloof dat dit zendertje met die microfoon en dan dat kleine zendermicrofoon kost geloof ik iets van €320 uit mijn hoofd. Dit kleine microfoontje kost 150. Nou, een gripje geloof ik voor €19 bij de Mediamarkt. Oh, dat mag ik niet zeggen. Bij de Mediamarkt, de Plus of bij de, hoe heet die andere, Saturn. En dat heb ik in ieder geval goed gedaan geloof ik nu. Hè. Maar die kan je dus gewoon ergens halen. Nou, dit is een dingetje van €16 bij de fotowinkel. Ja, waar gaat het over? De basis kan je gewoon voor naast je telefoon, of je nou Android of iPhone hebt, maakt niet zoveel uit, iOS. Ja, basisinvesteringtje van €200 ben je al heel end. En als je iets verder wil gaan, dan kan je natuurlijk ook naar €400, €500 gaan. Ja. Maar dat is het mooie van deze tijd. Techniek is bereikbaar geworden. Iedereen met een camera kan filmen, maar niet iedereen die filmt kan een goed verhaal vertellen. Je zegt het helemaal goed, uit mijn hart gegrepen. Ik zeg altijd van het verhaal van iedereen met een camera of een telefoon is journalist. Dat is gelul van een dronken aardbei, zei van Cote en de Bie geloof ik. Nee, iedereen kan filmen, iedereen kan iets mee doen. Overigens is het wel waardevol materiaal, maar daar kunnen we misschien straks nog over hebben. Maar wil je echt een verhaal maken, ja, dan moet je wel iets weten over storytelling. Je moet eerst een beetje basistechniek hebben hoe je moet filmen. Dat kan je, maar je moet ook weet hoe je een verhaal moet vertellen. En dat kun je wel vrij snel leren. En dat is ook wel wat ik doe. En wat ik ook gedaan heb in mijn verleden als hoofdredacteur bij Open Rotterdam. Open Rotterdam, de lokale zender van, ja. van Rotterdam. Welke rol speelde, je bent zelf daar net vertrokken, maar speelt daar, dan neem ik aan, nog steeds dezelfde rol. Welke rol speelt de mobiel daar? Heel groot. Op het moment dat we dit opnemen zijn in Rotterdam de havendagen. Dat is een vrij groot maritiem evenement. En dat betekent dat Open Rotterdam bijvoorbeeld, even als voorbeeldje nu,
met een stuk of 3, 4 geschakelde mobiele telefoons, geregisseerd op een iPadje of op een laptop, videocontent maakt die in eerste instantie voor social media of online live gestreamd wordt. Maar later ook gewoon op het televisiekanaal te zien is. En het zou zelfs ook live naar de televisie kunnen. Dus dat gebeurt. Dat gebeurt daar nu al op dit moment. Hè. As we speak zijn ze daar in ieder geval met de voorbereidingen bezig. En volgens mij gaan ze dat vanavond en morgen uit mijn hoofd. Ik ben natuurlijk iets minder betrokken, nu gaan ze dat doen. Maar dagelijks worden daar ook gewoon verhalen mee gemaakt. En waarom is het nou zo leuk om die verhalen daarmee te maken? Die telefoon, daar kun je behalve mee opnemen en mee monteren, kun je die ook heel snel mee publiceren. Dus je kan naar de app van Open Rotterdam gaan, maar je kan ook naar de Facebookgroep van Open Rotterdam gaan. Je kan iets op Insta Stories van Open Rotterdam publiceren. En deze techniek, die is eigenlijk wel de basis geweest voor alle vernieuwende dingen die we bij Open Rotterdam op een gegeven moment zijn gaan doen. En waanzinnig gewoon daarmee begonnen. In eerste instantie keken ze me ongeveer aan toen ik hiermee kwam of ik gek geworden was. En vooral technische mensen die denken, ja, wat is dit nou? Hè? Een grote camera van 50.000 euro, daar kan dit niet mee meten. Zeker niet als je net mee begint. Maar je kan er stories mee vertellen, je kan er journalistiek mee bedrijven. En je kan dus ook nog eens een keer via datzelfde apparaatje andere mensen bereiken. Want ik vind dat de publieke omroepen, en ik heb ook in Hilversum gewerkt en regionale omroepen, bereiken toch over het algemeen op de traditionele manier een relatief ouder publiek. En als je nu via die social media, zit ook allemaal nadelen aan, maar kun je ook weer als publieke omroep met je publieke informatie andere dingen, andere groepen bereiken. En dat vind ik zo mooi. Dat is 1. En 2, het biedt ook heel veel mogelijkheden voor interactie. We zijn bij Open Rotterdam echt ook een weg ingeslagen om heel veel ook met, naast betaalde krachten, met vrijwilligers te werken. En die vrijwilligers, die kunnen ook met die telefoon dingen doen. Dus wij werken daar met iets van 16 vloggers op dit moment. Die met de telefoon of met een vlogcameraatje ook aan journalistieke content kunnen doen. We werken daar met mobiele wijkreporters, gewoon inwoners, die ook verhalen vertellen. En dan kom je weer waar we mee begonnen. Niet iedereen met een camera is journalist. Dus die krijgen coaching, opleiding van Open Rotterdam. En ook wekelijkse coaching van hoe ga je dat doen? Is het een journalistieke aanpak? En in die wisselwerking tussen hun ideeën, hun contacten, hun enthousiasme en de professionaliteit. En dat is misschien niet helemaal goed, maar in ieder geval de ervaring van de betaalde krachten bij Open Rotterdam. Ja, daar krijg je dan een uniek journalistiek product mee. Want wij hoeven niet over te doen wat RTV Rijnmond al aan mooie verhalen vertelt. We hoeven niet over te doen wat het Rotterdamse Dagblad daar al aan verhalen vertelt. Ander soorten verhalen. Community management. En dat, ja, je gaat nog meer mensen en andere mensen spreken ook hier. Mensen ook van hashtag Our Stories. Die zijn in feite bezig met hetzelfde. Communities een stem geven. Betrekken in co-creëren van journalistiek. Wel heel veel vaktermen ineens, hè, of niet? Ja, maar wat je aansnijdt is natuurlijk, doordat het bereikbaar is, doordat meer mensen in ieder geval dingen kunnen vastleggen en sommige verhalen gaan vertellen. En de journalist wordt op een bepaalde manier ook meer één met zijn publiek, zou je kunnen zeggen. Waar blijft de onderscheidende, blijft de journalistiek eigenlijk wel belangrijk? Ja, dat is eigenlijk vraag 1. Ja, journalistiek wordt voor mij steeds belangrijker, want wat ik net al zei, als je op deze manier gaat werken, dus met het cureren van verhalen, met het co-creëren van verhalen, dus mensen betrekken bij verhalen maken, hè, dus mensen die ook zelf filmpjes maken in de wijken, of jij al als maar een heel simpel filmpje waar jij wel een deel uit kan gebruiken om je verhaal te vertellen, dan wordt die journalistiek veel belangrijker, want dan moet je keuzes gaan maken van, hey, daar zit wat, het wordt dus een extra bron. Het wordt een extra samenwerkingspartner, dus die journalistieke kant wordt nog veel belangrijker. En volgens mij is een van de dingen die we altijd willen in de journalistiek, of je nou bij de omroep, bij de krant werkt, is reactie, interactie. Je wil wat met het publiek waarvoor je werkt. Nou, als je die kan betrekken vanaf dag 1, volgens mij wordt journalistiek er alleen maar mooier door. En de rol van de journalist verandert, maar journalistiek blijft, het journalistieke denken blijft. Veranderen de verhalen ook met de techniek? Ja. Wordt 1, je kan veel meer dingen doen. Hè? Bedoel, ik kan in zo'n appje, maar dat kan jij ook hoor. Bedoel, ik ben technisch dit. Hè? Nu lijkt het ineens dat ik heel technisch ben. Ik heb echt niks met techniek. Dus als ik het kan bedienen als bijna 60-jarige, zeg ik, dan kan iedereen het. Je kan heel makkelijk grafische dingetjes toevoegen. Dus tekstjes, emojis, die kent iedereen wel. Die kan je erin zetten. Waardoor je veel meer op een hele andere manier een verhaal kan vertellen. Het wordt eigenlijk veel makkelijker om een verhaal te vertellen. Als ik 10 jaar geleden bij televisie teksten en een grafische afbeelding in beeld wil, dan moest ik iemand gaan inhuren of extra gaan vragen om werk te doen. Dat kan ik nu zelf. Ja, dat is toch heerlijk?
Wat het ligt waarschijnlijk ook aan een generatie ding, hè? Want tenminste, maar dan moet jij me vertellen of dat zo is. Kijk, wat ik zelf heb gemerkt is, eerst begonnen met bloggen. Bloggen was de eerste vorm waarvan je zei, dit is makkelijk voor mensen om hun eigen verhalen te gaan vertellen. Een stukje schrijven is misschien ook niet makkelijk, maar is wel op een bepaalde manier laagdrempelig. Als je een audio krijgt, de meeste mensen hebben nog nooit hun eigen stem gehoord. Nee. Hè? Dus als je dan ook nog een keertje, zeg maar, wat ook vaak moet in beeld erbij komt, komt er nog weer een... Zit daar een verschil? Maakt de jongeren dat niks uit omdat ze dat vanaf begin af aan gewend zijn? Dus wat ik nu zeg, is dat eigenlijk een ouderdomsverschijnsel? Nou, nee, niet hoor. Dat dacht ik eigenlijk ook, hè? Maar dat valt toch wel tegen. Ik heb samen met mijn collega Davidson Rodriguez, waar ik mee samen training geef, maar ook bij Open Rotterdam heb gewerkt. Wij deden een project voor de Hogeschool Rotterdam samen. Gingen we met studenten en werd daar neergelegd. Jongens, jullie gaan leren vloggen. En dan dacht iedereen van die docenten daar dat ze juichend zouden opspringen. Vonden ze helemaal niks. Wilden helemaal niet met een kop in beeld. Dus niet iedereen wil, hè, zoals vlogger in beeld. Nee, ze willen ook er zijn ook een hele grote groep mensen die achter die camera wil staan. Dus we moesten even wat overwinnen. Ja, maar ik wil helemaal niet met mijn kop in beeld. Toen we begonnen met zo'n trainingtje en met hen samen verhalen leren vertellen. Dat zeiden ze, ja, maar dat willen we helemaal niet. Nou, en toen zeiden we, ja, maar vloggen is een vorm. Je kan voor die camera, maar het is gewoon een vorm. Maar als jij gewoon netjes een verhaal wil vertellen in beeld, op een journalistieke manier of een creatieve manier, voor mij op een communicatieve of een commerciële manier, kan ook, hè. Dan hoef je helemaal niet. Je kan achter die telefoon blijven. Deze barrière kan tussen ons in blijven, zou ik maar zeggen. Ja. Het hoeft niet allemaal dit te zijn. Nee. Nou, en dat, toen dachten we van ja, wauw. En toen hebben die gasten echt waanzinnig mooie filmpjes. Het was een internationaal bezoek in het sociale veld. Ja, die hebben hele mooie dingen gemaakt. Dus het is niet zo dat al die jongeren per se met hun kop in beeld willen. Wat ze wel hebben is die vingervlugheid in die apps en dat soort dingen. Dus die leer je vrij snel een aantal zaken. Maar die moet je dan weer... vragen stellen, bijbrengen, kaders van beeld en dat soort dingetjes. Maar dat is leuk. En wat ik me ook kan voorstellen dat een rol zou kunnen spelen. Hè? Nadenken over een format. Hoe ga je het dan vertellen? Want de neiging bestaat natuurlijk om, ik kan toch opnemen, dus ga maar lopen. Ja. En laat maar lopen, zeg maar. Maar nadenken over een format is ook een... Helemaal eens. Dat noem ik altijd niveau vakantiefilmpje. Hartstikke leuk, vooral doen. Maar als je echt iets daar professioneel, hè, journalistiek of communicatief mee wil of commercieel... Ja, dan moet je nadenken over een format, over hoe vertel je een verhaal. Dan moet je even een aantal basisdingen leren als het gaat om storytelling. Dus dat is leuk en de pikken ze snel op hoor. We zijn hier nu een jaar of 10, zeg maar, grofweg mee bezig. Zolang is de mobiele telefoon ongeveer onder ons. Welke toekomstige ontwikkelingen zie jij, verwacht jij? Of zijn we nu eigenlijk een beetje uitgekristalliseerd al? Nee joh. Nee, dat gaat alleen maar door, denk ik. Toekomstige ontwikkelingen. Ik denk, er is van alles en nog wat, denk ik, aan de hand. Maar die mobiele manier van informatie consumeren en produceren zal alleen nog maar toenemen. Ik heb wel eens geroepen, het kan straks met een pen. Maar het kan ook met een bril. Hè. De Snapchat-bril is er. Er zijn allerlei dingen waarmee je informatie kan maken. En filmpjes kan maken. Dus dat zal blijven doorgaan. Er zullen telkens weer nieuwe devices komen. Als wij hier over 5 jaar weer samen zitten en we kijken naar deze telefoon. Dan zeggen we, wat was dat voor een koelkast? Of wat was die klein? Of zo, weet ik veel wat. Want dan kunnen we hem uitrollen. En dan hebben we ineens een uitrolbaar schermpje. Of dan hebben we totaal iets anders. Het zal blijven doorgaan. Qua techniek zou ik het niet weten waar wij naartoe gaan. Maar het zal constant blijven doorgaan. Maar je zal constant zien dat zowel weer journalistiek, communicatie als commercie... daar gebruik van blijft maken om verhalen te vertellen. Dat vind ik heerlijk. Ik snap echt niet hoe een microfoon werkt, hoe een zendertje werkt. Ik snap er niks van, maar ik kan het gebruiken. En dat kunnen jij en ik, ook al zijn we dan nog meer een stukje ouder tegen die tijd. Dan kunnen wij dat ook, want dat leren we wel weer. En dat kunnen jonge gasten en meiden kunnen dat ook prima. Dus volgens mij is dat niet zo'n probleem. We zullen altijd, het zal door blijven gaan... Maar wat ook door zal blijven gaan is dat je kwaliteit nodig hebt. Kwaliteit journalistiek en kwaliteit communicatie om betrouwbaar te zijn. Want mensen moeten op een gegeven moment wel een verschil kunnen zien tussen van... hé, daar zit wel iets, dat is echt, er zit iets achter. Of dit is gewoon een fake verhaaltje. Of ik word hier nu eventjes, hoe noemen de jongeren dat, gebashed in een of ander filmpje. Dus je zal wel... Ik denk dat onderscheid de komende tijd veel belangrijker wordt. Van wat is nou waardevolle journalistiek communicatie? Wat is betrouwbaar en wat is niet betrouwbaar?
is nog een ander aspect bijgekomen in die afgelopen 10 jaar. Als je, zoals jij en ik, afkomstig bent van, laat het even traditionele media noemen. Dan had je eigenlijk altijd je kanaal en daar keken eigenlijk altijd mensen naar. Ja. Hè? Dus je hoeft alleen maar op te nemen en het werd uitgezonden en er waren mensen. Voor de een was dat meer dan voor de ander. Bijvoorbeeld bij Open Rotterdam is voor jullie ook een belangrijke aandacht van, maar oké, we hebben dat filmpje gemaakt, maar hoe ga jij zelf een rol erbij spelen dat dat filmpje ook bij een publiek komt? Ja, sterker nog, daar begint het mee. Als we na gaan denken over een verhaal, dan en ik zeg nog steeds we, hè, want ik ga je vertellen, dat duurt nog lang. Ja, dat denk ik ook. Ik voel me er zo bij betrokken. Dat is ook het meest leuke wat ik ooit gedaan heb, volgens mij. Dus ik blijf we zeggen. Maar wat we daar dan doen, is aan het begin al nadenken over van, we hebben een verhaal. En hoe gaan we dat verhaal maken? En voor welk kanaal is dat verhaal geschikt? En als het daar niet voor geschikt is, kunnen we het dan op een andere manier maken? Of moeten we dat misschien wel voor televisie op die manier vertellen? En voor Facebook of Insta Stories op die manier? Dat gebeurt dan ook vaak naast elkaar. Soms kun je dingen naast elkaar gebruiken. Dus dat is één. We denken dus na over de kanalen. Je denkt na over hoe het gepromoot kan worden. En het wordt dus ook heel erg goed, dat kennen de meeste mensen wel. Het wordt goed getagd. Dus je adresseert ook andere mensen erin die betrokken zijn. Bijvoorbeeld die je interviewt of organisaties waarmee je bezig bent. Of als jij bijvoorbeeld bezig bent met een of ander sociaal aspect, dan tag je ook de wethouder sociale zaken. Want die kan ook wel eens geïnteresseerd zijn. En die gaat het dan misschien ook weer delen. Dus daar moet je ook heel erg over nadenken. Ja. Ik vind ze zelf een prachtige ontwikkeling. En met name, ik zit heel erg naar je Samsung zendertje te kijken. Want wat ik daar zo mooi vind, Samsung, ja. Een zendertje te kijken. Want als ik nog eens eentje meeneem, is nog een oud zendertje. Want deze kan je ook gewoon op de achterkant van je telefoon plakken. Gewoon, hè? Maar dat vind ik weer onhandig, omdat ik dan dit clipje weer niet kwijt kan. Ja. Maar je kan hem er ook opplakken. Ik heb dit dingetje kan je hem omzetten. Dus ik zet hem hier bovenop. Ja, dus ik zet hem hier bovenop. En dan, maar je kan hem hier ook aan de achterkant plakken. En je hebt twee kanalen. Dus je kan zo'n heel klein microfoontje opspelden. Die heb ik dan hier in zitten. Zo'n pakken. Vind je leuk, hè? Ja. Maar, pak ook die er nog even bij. Jij vindt het leuk? Nee, maar dan kan je zo'n klein zendertje in je zak en dan zo'n microfoontje opspelden. En dat kleine microfoontje wat je dan opspelt, deze, daar kan ik er ook twee van nemen. En die komen alle twee hier binnen en die komen dan gemixt op je telefoon. Dus dan heb je gewoon twee keer goed geluid. En je kan ook twee van die grote handmicrofoons eraan hangen, maakt niet uit. Ja, dat vind ik mooi. En dat is een mooi spul van Samsung. Maar het komt ook omdat ik omdat ik bij de radio begonnen ben. Ja. En B, ik heb ooit aan iemand van de BBC horen zeggen, een televisiemaker. Hij zegt, geluid is het belangrijkste wat er is. Want als het geluid niet goed is, dan kijkt er niemand meer, zeg maar. Bij wijze van spreken. Dus, Pak van maat. Ja, nee, dat zeg ik ook altijd. Ook als ik aan studentenles geef. Ik geef ook nog les bij Fontys in journalistiek. Zeg ik ook altijd, bij tv, video of filmpjes is gewoon geluid het allerbelangrijkste. Dus dit moet goed zijn. Nou ja, je hebt deze trouwens ook van weer een paar maten duurder van Sennheiser. Hè? Maar dan zijn ze gewoon weer 300 euro duurder. Maar goed geluid is de basis. En daar moet je eventjes in investeren. Maar dat kan dus al met zo eentje. En tegenwoordig heb je er geloof ik nu ook eentje van Rode. Dit is een Shure. En je hebt er ook een van Rode. Microfoon, die kost geloof ik 79 euro die je hierin kan prikken. Dus ja, je moet gewoon zorgen voor goed geluid. En je moet daar slim mee om weten te gaan. Dus dat je niet tegen de wind in staat. Ja, bijvoorbeeld. Of in een overvolle bus probeert vanaf de achterbank de buschauffeur te interviewen. Dat gaat niet worden. Daar gaat het heel erg over. En nadenken over wat je opneemt en waar je het opneemt, omstandigheden. Maar dat is met een grote camera of met een radiomicrofoon ook zo. Ja. Toch? Dan moet je op tegenlicht moet je ook op letten. Dat laat mensen in de training altijd als eerste ervaren. Dan ga ik zeggen, ga mij nu eens filmen. Dan ga ik tegen het raam staan. En dan, ja, dat wordt een beetje lastig. Nee, precies. Dat vergeet je nu nooit meer. Dat doe je nooit meer. Of je moet een lampje gebruiken. Ja. Hey, ontzettend bedankt. Mooi verhaal. Jullie bedankt voor het kijken. Alle interviews die we vandaag doen, komen natuurlijk gebundeld online. Zodat je ze later nog een keertje kunt zien. We zijn hier de hele dag aanwezig. Dus verwacht nog veel mooie interviews over mobiele journalistiek. Look.